Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Wim's Hardloop Channel. Het is alweer de tweede video van mijn road naar 100k. Het is echt verschrikkelijk weer. Het waait hard, het sneeuwt een beetje, het regent, maar dat weerhoudt me niet om te gaan hardlopen. Ik hoop wel dat ik een beetje te verstaan ben. Ik zal een plekje zoeken waar de wind net een beetje is gaan liggen om te vertellen over mijn 100 kilometer. Deze video ga ik je vertellen welke 100 kilometer ik ga lopen, want ik heb ingeschreven voor een 100 kilometer. Dus in deze video ga ik vertellen welke dat precies gaat worden. En daarnaast hoe mijn trainingen ervoor staan. Dus dat in deze video. Ben je dus benieuwd naar mijn weg naar de 100 kilometer hardlopen? Blijf dan zeker kijken. Ik ga je eerst vertellen hoe mijn trainingen eruit zien voordat ik ga verklappen wat mijn 100 kilometer gaat worden. Nou, mijn trainingen zien er op zich nog wel prima uit. Ik ben vooral aan het trainen om mijn baansnelheid omhoog te krijgen, zodat ik die tijdslimieten ga halen. Dus nu zijn er nog vooral korte trainingen. En ik ben nu een beetje langzaam begonnen met de duurvermogen te trainen. Want de maten voor Rotterdam komt ook steeds dichterbij en dan wordt de eerste krachtmeting. Want die wil ik binnen 4 uur gaan lopen. Maar hoe zien mijn trainingen eruit? Vooral tempo trainingen, interval trainingen en heuveltrainingen. En het werpt ook zeker zijn vruchten af, want ik heb mijn persoonlijk record op de 5 kilometer verbeterd met 30 seconden. Mijn persoonlijk record staat nu op 22 minuten en 11 seconden en het was 22 minuten en 44 seconden. Dus ik ben zeker tevreden hoe het is gegaan met mijn trainingen, want ik merk dat echt mijn snelheid beter wordt. Dus dat is een belangrijk onderdeel. Ik heb wel 2 weken geleden corona gehad. Was wel precies tijdens mijn rustweek, dus naast dat mijn spieren en mijn benen konden herstellen, moest ik ook herstellen voor corona. Conditie heb wel een klein tikkie gekregen, maar ik merk dat ik wel weer langzaam op mijn oude niveau kom. Ik zit iets met mijn snelheid, heb ik ook iets ingeleverd, conditie iets ingeleverd, maar ik hoop wel binnen 2 weken op mijn oude niveau te zijn. Dus ik moest 1 stapje terug doen, maar er worden 2 stapjes vooruit. Maar mijn trainingen zien er vooralsnog steeds goed uit en maandag ga ik mijn eerste weer duurvermogen training over de 10 kilometer doen en zo uitbouwen naar die marathon. En uiteindelijk blijf ik natuurlijk ook wel op die snelheid hameren, dat die snelheid hoog blijft, zodat ik die marathon in 4 uur kan lopen, want dat wordt de eerste krachtmeting. Maar vooralsnog zien de trainingen goed eruit. Met dit weer is eigenlijk ook een prima training om een beetje te wennen aan ook wel eens slecht weer, want je weet niet wat voor weer het gaat worden. Wind tegen, dat je daar in ieder geval mentaal ook goed mee om kan gaan. Dus ik ga lekker een stukje hardlopen en ik word vanzelf al warm. Ik heb lang getwijfeld tussen 200 kilometers die ik graag zou willen lopen. En dat is de Grizzly 100 en de Indian Summer 100. Mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar de Grizzly 100, omdat daar die omgeving heb ik nog niet gelopen. De Indian Summer 50 heb ik natuurlijk al gelopen eerder. Dus de omgeving van de Grizzly 100 heb ik nog niet gelopen, dus dat was iets meer een uitdaging geweest. En de tijdlimiet bij de Grizzly 100 is iets groter, volgens mij een uur langer de tijd. Maar ik moet wel 3000 hoogtemeters overbruggen bij de Grizzly 100. Dus de Grizzly 100 is eigenlijk, heeft mijn voorkeur, maar is wel iets pittiger om te gaan lopen dan de Indian Summer. Dus daar zit ik tussen te twijfelen van welke van die 100, van die twee ga ik lopen. Want die twee die staan op mijn shortlist. De Grizzly 100 wil ik echt, die staat echt wel op mijn verlanglijstje. Maar de Indian Summer is denk ik, naar mijn idee, iets makkelijker om te overzien. Ik heb daar eerder gelopen, dus ik ken het parcours een beetje. Het is vlakker. Alleen je hebt een uur minder tijdslimiet. Maar op zich, die 3000 hoogtemeters, dan gaat me meer dan een uur kosten om dat te overbruggen. Dus ja, tussen die 200 kilometers twijfel ik. En welke dat gaat worden, dat ga ik zo vertellen. Na lang wikken en wegen heb ik toch uiteindelijk de knoop doorgehakt en me gelijk ingeschreven voor die 100 kilometer. En het is
de Indian Summer Ultra 100 kilometer geworden. Op 15 oktober sta ik aan de start van mijn eerste 100 kilometer. En de reden is eigenlijk, ik heb gekeken naar die twee. Niet gekeken van welke lijkt me nou het leukst om te lopen, maar waar is mijn slagingkans nou het grootst. En als ik daarnaar kijk, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik denk ik bij de Indian Summer Ultra 100 kilometer toch iets een grotere slagingkans heb om die 100 kilometer uit te gaan lopen dan bij de Grizzly 100. Grizzly 100 staat zeker nog op mijn verlanglijstje om een keer te gaan lopen, maar niet voor mijn allereerste 100 kilometer. Ik ga eerst kijken hoe die 100 kilometer is bij de Indian Summer, wat vlak is. Dan kan ik beter op het tempo lopen, kijken dat ik die tijdslimieten ga halen bij de verschillende checkpoints. Ik heb ook gekeken naar het parcours. Bij de Indian Summer heb je 5 checkpoints, ongeveer tussen de 20 en 25 kilometer. Dat zijn punten die ik goed kan overbruggen, ook naar mijn idee. Dus dat is de reden waarom ik voor die Indian Summer Ultra 100 kilometer voor gekozen heb. En dit jaar is ook de 100 kilometer de langste afstand, normaal 120 kilometer. 120 kilometer, toch 20 kilometer verder. Gelukkig hoef ik die niet te overbruggen. Want daar zat ik eerst te twijfelen in, want het was eerst de Grizzly 100 of de Indian Summer 120. Maar nu die ook dit jaar 100 kilometer mee is, ja, was eigenlijk de knoop snel doorgehakt. En is het de Indian Summer Ultra 100 kilometer geworden. Dus dat wordt mijn allereerste 100 kilometer. 15 oktober, ik heb gelukkig nog een heel eind om te gaan trainen, om die 100 kilometer te gaan overbruggen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik deze kan gaan halen. Dus daarom is mijn keuze de Indian Summer Ultra geworden. Nou, dus dat wordt mijn 100 kilometer de Indian Summer Ultra. Ik ga in ieder geval, ben heel erg benieuwd. Ik heb me ingeschreven, dus er is echt geen weg meer terug. Maar ik ga lekker trainen richting dat doel, mijn eerste marathon uiteraard. Daar ga ik voor trainen. Dus deze maand gaan mijn trainingen vooral duur mogen zijn. En kilometers uitbreiden, zodat ik sowieso eind deze maand makkelijk die 21,5 marathon kan lopen. Op een goed tempo, zodat ik vertrouwen kan putten dat ik die marathon binnen die 4 uur kan lopen. Ik ga me nog niet richten op die 100 kilometer, dat komt pas denk ergens in de zomer. Na de marathon ga ik eens kijken hoe dat eruit gaat zien. Dus eerst wordt mijn doel die marathon. En dus deze maand februari gaat vooral zijn dat ik naar die halve marathon kan uitbouwen. Op een goed tempo kan lopen. En ik wil die halve marathon rond de 1:50 ongeveer kunnen lopen, dus daar ga ik vooral voor trainen. Nu heb ik mijn 5 kilometer persoonlijk record aangescherpt. En hopelijk deze maand mijn 10 kilometer persoonlijk record, zodat ik steeds een stapje verder kom richting mijn doel. En dat ik voldoende tempo kan opbouwen om straks ook die 100 kilometer binnen de tijdslimiet te gaan hardlopen. Maar vooralsnog, ik heb alle vertrouwen in dat ik dat ga halen. Daarvoor heb ik me ook gelijk ingeschreven dat er geen weg terug meer is. En dat ik niet meer langer twijfel en kan echt gaan richten. Ik heb een datum en me daarop kan gaan richten om dat te gaan halen. Dit is in ieder geval het einde van mijn tweede video over mijn road to 100k. Ga je ook in die Ultra lopen, of het nou de 50 is, de 80 of de 100, of zelfs de kortere variant, dat is dan niet de Ultra, maar gewoon in de Summer. Laat het weten in de reacties hieronder. Ik ben heel erg benieuwd of dat ik jou daar ook zie misschien aan de start. Dit was in ieder geval Wim Groenendijk. Heb je nou nog niet geabonneerd op Wim's Hardloop Channel? Vergeet het zeker niet te doen. Dat kan hier. Zo blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe video's over hoe jij een betere, snelle hardloper kan worden. En kan je helemaal weg naar die 100 kilometer volgen. Hier komen nog een aantal video's over trailrunnen. Dit was in ieder geval Wim Groenendijk. En de volgende video weer.